Voorzitter, premier Rutte en minister De Jonge kondigen tegen het advies van het OMT in versoepelingen aan en zeggen daarmee een aanvaardbaar risico te nemen. Maar voorzitter, wat zien zij als een aanvaardbaar risico? Hoeveel zieke mensen zijn dat? Hoeveel uitgestelde zorg? Hoeveel overbelaste zorgmedewerkers? Wat is aanvaardbaar? Nog lang niet iedereen is gevaccineerd en het aantal besmettingen is nog hoog. Vandaag inderdaad bijna 10.000 positief geteste mensen. Het Groningse Martini ziekenhuis sluit 8 operatiekamers en moet nieuwe patiënten verplaatsen. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam waarschuwt voor code zwart. Zij zien dat als een reële kans. Reguliere zorg wordt uitgesteld. IC-verpleegkundigen moeten meerdere zeer zieke mensen verplegen. Zorgpersoneel wordt gevraagd de meivakantie uit te stellen. En sinds het voorjaar van 2020 lagen er niet zoveel coronapatiënten op de intensive care. Voorzitter, vorige week leek een sombere premier Rutte nog doordrongen van de ernst van de situatie. Versoepelingen moesten worden uitgesteld. Hoezeer, en ik ben daar natuurlijk één van, dat vinden we allemaal, hoezeer we allemaal ook hunkeren naar meer bewegingsvrijheid. Maar versoepelingen, zo zei de premier, konden pas plaatsvinden als de instroom in de ziekenhuizen zou dalen. Maar nu zegt hij ineens iets anders. Hij kondigde dinsdag in de persconferentie de grootste versoepelingen in maanden aan. Dat beleid, die beslissing, is niet gebaseerd op data en op de wetenschappelijke inzichten en adviezen van het OMT. En al helemaal niet op een strategie van maximaal indammen. Het is willekeur, daarom is er geen touw aan vast te knopen en daarmee wordt het draagvlak voor maatregelen ondermijnd. Want wat is er nou eigenlijk veranderd nu ten opzichte van voor het weekend? Ik zei het al, de cijfers van vandaag van de IC-opnames laten de grootste stijging in 2 weken zien. De belasting blijft dus even groot en de risico's zijn niet kleiner. Op basis van die cijfers, zegt ook het OMT, is versoepeling niet verantwoord. Vorige week zei ik tegen het kabinet, er is geen coronastrategie en dat wordt deze week weer bevestigd. Of is er toch een strategie? Mevrouw Marijnissen sprak er ook al over. Uit de vrijgegeven documenten gisteren blijkt dat de zogenaamde kuddeimmuniteit het doel van het kabinet was. Maar dat is een failliete strategie. Die leidt tot meer besmettingen, tot meer zieken, tot meer opnames. Voorzitter, ik wil van de minister-president weten, wat is nou de status van die stukken? Met wie zijn ze besproken? En is het opbouwen van die groepsimmuniteit nu wel of geen doel van het Nederlandse beleid geweest? Tot slot, voorzitter, 2 korte punten. Hoe gaat de minister mijn aangenomen motie uitvoeren die vroeg om huisartsen de mogelijkheid te geven patiënten die een groter risico lopen door corona toch te vaccineren met spillage van AstraZeneca? En is de minister bereid om onderzoek te doen naar de beste zorg voor mensen die lijden aan wat is gaan heten long COVID? In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar speciale voorzieningen voor en er is een groot aantal mensen dat lang de gevolgen van corona draagt. Voorzitter, we willen allemaal onze vrijheid weer terug. Maar pas als dit kabinet bereid is om echt te doen wat nodig is, kan dat een geloofwaardig perspectief zijn.